Hallo, op deze koude, wat is het? Donderdagochtend, 28 februari, zijn we op de MVO Loont Ochtend. En wat dat betekent weten we misschien nu nog niet, maar straks gaan we er alles over weten. We gaan vragen aan mensen wat ze hier eigenlijk komen doen. Oké, ga maar mee. Oh ja. Van Abbe. We zijn in het Van Abbe Museum trouwens. Een hele mooie locatie. Ik zie hier een bekend gezicht. Hans Brekelmans. Hallo. Wat doe jij hier? Ik kom eens kijken naar de presentatie van MVO. Okay. Want zegt jou dat al iets, MVO? Het zegt me wel iets. Ik ben zelf werkzaam in duurzame energie. Dus ik wou eens kijken hoe Eindhoven erop reageert. Heel mooi. Dus je wil wat leren. Kom je wat halen? Kom je wat brengen? Wat leren eigenlijk. Kijken hoe de ondernemers er tegenaan kijken. En natuurlijk zijn er van alle soort concepten al op de markt aanwezig. Kijken hoe ze ermee omgaan, hoe ze er aankijken. Wat voor terugverdientijden ze verwachten. En dat wil ik eigenlijk bekijken. Er wordt heel veel, iedereen wordt aan het werk gezet vanochtend. Ik kom heel graag bij je terug straks, wat daar uitkomt. Prima. Oké, tot straks. Hallo, Arine. Nee? Valster, hallo. Ik kom even vragen, wat kom je hier doen vanochtend? Nou, ik ben eigenlijk onlangs weer teruggekeerd uit Nederland. In Nederland heb een hele tijd in ontwikkelingssamenwerking gezeten op het gebied van voeding en voedselzekerheid. En wil mij nu richten op duurzaamheid in diezelfde sector. Dus voeding, voedselproductie in Nederland. En vooral natuurlijk op een duurzame manier. Dat doen we in de ontwikkelingssamenwerking al heel lang. Maar in Nederland is het natuurlijk weer heel iets anders. Zijn de ketens veel langer, is het een veel gecompliceerder systeem. Dus ik ben me daar een beetje op aan het oriënteren en aan het kijken wat ik al kan betekenen in deze sector. Ja. Dus wat kom jij doen vanochtend? Gewoon kijken wat jij kunt bijdragen. Ik heb toen contact gekregen met Duurzaam Eindhoven, die dus van de ochtend vanochtend heeft opgezet. En toen zag ik dat zij ook met maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig zijn. En dat hoort er natuurlijk bij. Daar wil ik graag meer van weten. Dus vandaar dat ik hier ben. Ik ben Paul van Workum. Ik ben uitgenodigd door Rick Konings, een van de sprekers hier, om aanwezig te zijn. En ik zelf help het bedrijf met MVO. Dus daarom ook de link met het inhoudelijke programma. Ik ben benieuwd wat het allemaal gaat brengen. Ik hoorde dat er 65 ondernemers kwamen, dus ja. Dat is sowieso interessant. Ja, heel mooi. Dus jij bent gewoon vooral ook nieuwsgierig en je komt helpen. Ik heb een stukje van het meegedacht over het programma, maar dat is een heel klein beetje. Okay. Ines Kanters, hallo, wat kom jij hier doen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen, hè? Ja, dat is meteen het goede antwoord. Kun je daar een prijs voor winnen eigenlijk, Michael? Als je het goede antwoord meteen geeft? Was het meteen goed, Ines? Ja, dat weet ik. Ja. Deze vroegochtend. Nou, ik ben binnen de gemeente natuurlijk binnen evenementen bezig met duurzame evenementen. Om dat meer onder de aandacht te brengen. En ook in mijn eigen festivaletje doe ik dat natuurlijk. Dus ja. Vandaar mijn interesse en betrokkenheid erbij. Oké, want even het festivaletje, kunnen we even op inzoomen. Folkwoods, hè? Voor iedereen superleuke plek om te zijn. Hè? Ja. We waren er afgelopen jaar ook. Ja. Nou, Tine, heel veel plezier vanochtend. Ja, gaat lukken. Dank je. Nou, een heleboel kennis verzamelen over duurzaamheid. Want wie bent u? Ik heb uw kaartje niet goed zien, maar... Gerard de Broek van HE-technologie. Hernieuwbare energietechnologie. Sorry, hernieuwbare energie, zegt u? Technologie. Ja. Ja. HE is van uw naam? Nee, dat staat voor hernieuwbare energie. Renewable energy. Oké. Oh, dat is een Nederlands woord. Dat is wel een grappige keer. Hè? Ja, juist. Ik heb het proberen te vertalen van... Kijk, we doen alles met fossiele brandstof en ik probeer het nu met hernieuwbaar, met zonne-energie en wind. En, nou, niet proberen, daar doe ik het gewoon mee. Oké. Dus wat kom je vanochtend wat halen, wat brengen? Beide denk ik, ja. Ja. Ik ben wel iemand die ook iets wil komen brengen, ja. Ja. Iets recyclen, je kennis komen recyclen. Ja, ja zo kun je het uiteindelijk zien, ja. Ja, met name in de gebouwde omgeving kunnen wij toch wel heel veel betekenen om met name zeg maar, de hele bouw uit de impasse te gaan halen. Dus dat hoop ik hier vandaag ook een beetje in te kunnen brengen. Klinkt heel hoopvol, dus we hebben hoop op HE Technologie BV. Nou, ik doe mijn uiterste best. Goed zo, ja. Dankjewel. Okay. Tot straks. Mijn naam is Ralf Reinders, ik werk bij PwC en ik ben aangesloten bij Jong CR. Dat is het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen PwC. En daarnaast als Jong Leaders for Nature hier ook aanwezig. Okay. En wat kom jij doen vanochtend? Wat verwacht je?
Nou, ik neem zo meteen deel in een panel. En wij zijn een zakelijke dienstverlener. We zijn accountants, belastingadviseurs, consultants. En ons maatschappelijk verantwoord ondernemersbeleid, ons CR-beleid, is heel anders dan bijvoorbeeld een productiebedrijf. En dat komen wij hier toelichten. Oh, dat is heel mooi. Dus je komt echt wat brengen vanochtend. Ja, maar natuurlijk ook halen. Want het CR-beleid is een proces. Is geen eindbestemming. En dus als we hier ideeën op kunnen doen, dan heel graag. En neem ik zeer graag mee. Zeg nog eens dat CR-beleid. Wat is dat precies, CR? Ja, dat is een heel moeilijk woord. Eigenlijk voor het beleid maatschappelijk verantwoord ondernemen. Oké, maar dan weet ik de letters nog niet. CR. Corporate Responsibility. Ja, mijn naam is Karen Roestenburg. En ik werk aan het Eckhart College hier in Eindhoven. Dat is een school voor HAVO en VWO. Ik geef daar economieles. Dus ik wil zoveel mogelijk het MVO ook in de economielessen verkondigen. En vertellen, uiteenzetten wat het is. En ik ben coördinator van het technasium. En bij het technasium hebben wij opdrachten, actuele opdrachten uit het bedrijfsleven, waar de leerlingen bij ons op school aan werken. En daar wil ik zeker ook een stuk MVO in, dat de leerlingen daar kennis mee maken. En dat daar een heel groot accent op ligt, op duurzaamheid en het groene, het bewustzijn. Want ze zijn allemaal tussen de 12 en 18 jaar. Dus jong geleerd is oud gedaan, zou ik zeggen. Dat is een heel mooi principe. Dus je komt ook kijken, inspiratie opdoen en kijken wat de laatste stand is van MVO en dat soort zaken. Hoe ver de ontwikkelingen zijn en wat er leeft. Zodat ik het direct over kan geven en de jongere generatie er ook al een steentje aan bijdragen. Nou, klinkt heel mooi. Nou, heel veel plezier vanochtend. Dankjewel. Ik loop even verder. Mensen zijn al druk in gesprek, al heel MVO bezig. Wie ben jij en wat kom je doen vanochtend? Mijn naam is Joff Verleeuw. Ik werk bij PricewaterhouseCoopers. Ik ben een collega van Ralf. Ralf komt straks wat vertellen over ons CR-beleid. En ik kom eigenlijk mee om dat mede uit te dragen onder de mensen. Ik wil ook luisteren wat er al beweegt misschien, hè, onder de Eindhovense ondernemers. Ja, ik ben heel benieuwd. Het is een heel divers gezelschap hier. Ook mensen die je normaal misschien niet tegenkomt. Het is ook heel interessant om te weten wat zij te vertellen hebben. Ik ben Inge Kouw. Ik ben van Transition Town Eindhoven. En vooral kijken wat er allemaal gebeurt in Eindhoven. Om te kijken of we ergens kunnen aansluiten. Of alles in verbinding kunnen maken. Transition Town, dat klinkt heel mooi. Een transitie van de stad Eindhoven, betekent dat? Ja. Vanuit Transition Town Eindhoven natuurlijk Eindhoven. Maar het is een wereldwijde beweging. Een jaar of 5 geleden in Engeland begonnen. Er zit een heel dik handboek onder van wat je allemaal kunt doen en hoe je het kunt doen. Maar het gaat er eigenlijk om dat je de veerkracht terugbrengt in de lokale samenleving. Dus met mensen, gewoon bewoners van Eindhoven, samen projecten op gaan zetten om Eindhoven veerkrachtiger te maken. Dan kun je bij denken aan stadslandbouw, dus wat meer voedsel verbouwen in de stad. En mensen daar ook meer kennis van leren, hè, elkaar weer leren. Spullen repareren in plaats van weggooien, kledingruil, maar ook het stimuleren van inkopen op lokaal inkomen. Dus ik kan de honing uit Zuid-Amerika kopen of ik kan de honing kopen hier van een lokale imker. Dat is gewoon heel goed voor onze economie als we daar een beetje meer op letten. Wij hebben altijd al gewild ecologisch verantwoord ondernemen. Dat hebben we al vroeger gedaan, al bijna 20 jaar geleden. Afwasmiddel gebruikt wat ecologisch verantwoord was. Planten in onze werkomgeving gezet. Maar ja, je ziet gewoon, het gaat iedere keer een stap verder. En ik ben benieuwd wat er nog meer kan. Koen Kneppers, ja, vertel. Ja, succesvolle school, ja, dat klopt. Ja. Oh, wat leuk, die is al meteen succesvol, de school. Nou ja, het is geen school, maar het is een bedrijf dat zich bezighoudt met optimalisering van werk- en leeromgeving binnen het basisonderwijs. En dat komt eigenlijk vanuit een gedachte. En daarom is ook de link met Jean-Paul Kloos en met duurzaamheid eigenlijk een hele belangrijke. Hij heeft mij ook gevraagd om met bepaalde projecten daar mijn stuk, mijn talentenstuk in mee te nemen. Ik hou mij vooral dus bezig met optimalisatie van omgeving, waardoor je beter tot je recht kunt komen. Nou ja, duurzaamheid gaat eigenlijk daar best wel mee hand in hand. Optimalisatie van je omgeving. Ja, ik moet even nadenken, wat is dat concreet? Nou, ik zal het ten aanzien van de succesvolle school even uitleggen. Het is namelijk heel belangrijk dat je, als je als leerling goed tot je recht wil komen, moet je zorgen als school
dat de leerling in een prettige omgeving zit. Waar hij zich veilig voelt, waar hij echt zelfstandig aan de gang kan gaan. Dat betekent dat de leerkrachten eigenlijk ook zo zich moeten voelen. Dus ook goed moeten voelen in hun vel. En dat is weer een taak aan de directie. Nou, ik help de directie met onder andere onderzoeken. Waardoor je beleving bij ouders, leerlingen, leerkrachten en directie kunt peilen. Om dan uiteindelijk de omgeving aan te passen, zodat mensen ook in een goede omgeving kunnen werken. Frans Liebrechts van Liebrechts Vastgoedonderhoud. Wat brengt u hier vanochtend? Natuurlijk het thema maatschappelijk ondernemen. En daarnaast ben ik een van degenen die straks even in een panel zit. Omdat wij als bedrijf al een groot aantal jaren bezig zijn met maatschappelijk ondernemen in de stad. Zeg maar zo'n 80 jaar, ook al toen dat niet zo heette. En ja, wij denken in ieder geval een belangrijke bijdrage te leveren aan de samenleving. En daarnaast hebben we onze doelstellingen klaar. We weten waar we als bedrijf naartoe willen voor de komende 10, 15 jaar. En dat is natuurlijk, Wat maatschappelijk verantwoord ondernemen in het vastgoed, bedoelt u dan met uw eigen bedrijf of ook om het vastgoed duurzamer te maken? Alleen het eigen bedrijf, ik bedoel gewoon de maatschappij waarin je leeft. Kijk, ieder bedrijf vormt daar een onderdeel van. Het gaat niet alleen om wat de dikwijls zeggen, ja, ik ga energie besparen en daardoor verdien ik wat. Of ja, dat zijn eigenlijk allemaal kleine doelen. Je moet toch wel iets groter belang doel nastreven om echt maatschappelijk te ondernemen. Dat wil zeggen dat je ook in de maatschappij een bepaalde rol zult moeten vervullen als bedrijf om daar ook een plaats te houden voor de toekomst. Een duurzame plaats. Wat doet u concreet? Wij rijden bijvoorbeeld al met een aantal elektrische auto's, waardoor dat we in ieder geval werken aan vermindering van die CO2-uitstoot. Daarnaast zijn wij actief in een aantal maatschappelijke organisaties. Dus voor het behoud van groen in de stad, verbeteren van de woon- en leefomgeving. En dan heb je ook tegelijkertijd de link naar ons bedrijf, want wij onderhouden natuurlijk een stukje van die, die leefomgeving. We zijn de vastgoed... stukjes en delen. We zijn van City TV en we zijn van de organisatie die vragen of wij mensen willen interviewen en horen wat ze hier komen doen. Wat kom je hier vanochtend doen? Ja, ik hoop te komen halen en brengen. Je bent Tom van Aals van Eigen Kracht. Wat houdt dat in? Ja, de Eigen Krachtcentrale is een landelijke organisatie die insteekt bij gezinnen waar eigen kracht nodig is en faciliteert gezinnen om binnen de eigen kring problemen op te lossen. Klinkt heel mooi. Is dat ook een maatschappelijk verantwoord ondernemen? Of? Ja, wij denken wel, want het begrip duurzaamheid staat vandaag ook ja, hier op de agenda. En de insteek van dat soort hulp blijkt uit onderzoek heel duurzaam te zijn. En dan gaat het over een stukje zorgverlening, waar duurzaamheid natuurlijk ook een grote rol speelt. Want eigenlijk, je zegt uit eigen kring, hè? Dus eigen familie, buren, weet je, een beetje de oude, ja, het dorpse gevoel terugbrengen, bedoel je dat? Precies, precies, dat is het. Wat kom jij hier doen, Fleur? Ik ben van Eindhoven Care, zoals je weet. Wij zijn een organisatie voor flexibel vrijwilligerswerk en maatschappelijk betrokken ondernemen. Dus wat wij voor het bedrijfsleven doen is invulling bieden aan hun MVO-beleid op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. En dat doen we door teamactiviteiten te organiseren in de vorm van vrijwilligerswerk. Mooi. Ja. En wie zijn jullie klanten? Op dit moment hebben we eerder teamactiviteiten georganiseerd voor Talentgy. We zijn aan het kijken naar de verdere mogelijkheden. Dus dat ben ik hier aan het doen, om te kijken wie er interesse heeft en mensen daarover informeren. Jacqueline van Rijswijk van Improve for All. Ik probeer erachter te komen wat organisaties hier in Eindhoven bezighoudt met betrekking tot duurzaamheid. Welke problemen ze kennen, welke uitdagingen ze denken te moeten overwinnen, zodat ik ze mogelijkerwijs daarbij van dienst kan zijn in termen van beleidsontwikkeling en implementatie van projecten om duurzamer te worden. Ja? Van de Wereldwinkel in Eindhoven. Nou, we hebben een hele lange traditie natuurlijk op het gebied van duurzaamheid. En ons voor een gedeelte overbodig gemaakt, omdat je inmiddels ook de koffie en de thee die duurzaam geproduceerd is kunt vinden bij de normale supermarkten. Maar er is een hele nieuwe reeks van producten waarin we proberen
een solidaire economie op te bouwen. En dat vinden we dan ook duurzaam om niet ontwikkelingshulp te geven. Dat is een beetje uit. Om mensen de gelegenheid te geven om hun eigen kosten in de derde wereld te... En we proberen dat te verbinden met plaatselijke thema's. Even een vraagje, want Wereldwinkel in Eindhoven, die is helemaal weg, toch? Nee, die was weg, maar die zijn weer, sinds anderhalf jaar zijn we weer terug. Waar zitten jullie? In de Hoogstraat, net buiten de Rondweg. Een heel mooi pand waar we ook activiteiten organiseren. Die nieuwe producten ben ik heel benieuwd naar. Wat voor nieuwe ontwikkelingen en producten heeft u het net over? Nou, we hebben fair trade producten, de traditionele fair trade producten. En dan richten we ons met name op de kleine producenten in de derde wereld. Maar daarnaast hebben we ook fair made producten. Dat zijn producten die hier van dichtbij gemaakt worden. En dikwijls in sociale werkplaatsen. Die hebben ook extra kanalen nodig om een afzet te realiseren. En wij zien dan ook een combinatie van die twee. Dus fair trade, fair made. En die proberen met elkaar te verbinden. Staan dan Wim en Jan. Wat komen jullie hier vanochtend doen? Wat kom ik doen? Ik wil graag betrokken zijn, zeg maar, vanuit een MVO-gedachte. Mensen, in zijn algemeenheid. En ik probeer wat meer informatie te krijgen vanuit deze morgen. Maar vooral ook bijzondere mensen te ontmoeten die elke dag weer vanuit die MVO-gedachte bezig zijn. Dat is toch prachtig? En dan kun je zomaar hier met elkaar kun je dat ook doen. Dus prachtig. Zomaar een flabbe in Eindhoven op donderdagochtend 28 februari. Ja, absoluut. Je had een herkansing, was eerder wilde je en nu ben je eindelijk, dus je zult wel staan te trappelen, of niet, Wim? Ja, ik zou eigenlijk wel te trappelen, ja. En Jan precies hetzelfde. Oh, Jan heeft ook een MVO gedacht. Nou, mooi bruggetje. Nou, Jan, wat brengt jou hier deze ochtend? Nou, we hebben de lat neer kunnen leggen voor onze branche als eerste MVO gecertificeerde bedrijf van Nederland. Binnen de asbest- en sloopbranche. En ik hoop, als ik de toon hoor van MVO Power Sessie, nou, we eens kijken wat voor power er uit deze sessie straalt vandaag. Ja, zeker. En we zijn wel een organisatie die continu bezig is met verbeterplannen en ontwikkelingen daarin. Dus we hopen vandaag hier nog wat op te steken. Hoi, wat brengt jou hier vanochtend? Interesse voor MVO. Ik doe zelf biologische catering. En dus ik ben eigenlijk benieuwd ook wat er speelt en wie er nog meer mee bezig zijn. En wat op dit moment zaken zijn waar mensen zich mee bezighouden, ondernemers vooral. Phyllis, ja? Wat brengt jou hier vanochtend? Ik doe eten en drinken, duurzaamheid binnen wonen, welzijn, zorg en onderwijs. En ik doe relatief weinig in Eindhoven, terwijl ik er wel wonen vandaan kom. En ik was benieuwd vooral met de gemeente, met de verandering in de WMO. Wat daar plan idee. Ik denk, misschien komt dat hier ook aan bod. Ik ben nieuwsgierig van beroep. En ik schrijf veel MVO-jaarverslagen. Maar die gaan dan niet over deze regio. Dus ik denk, dan moet ik eens hier kijken wat er gebeurt.